Siri of bij Android Google Assistant, wat dat, ja, de assistent is op je toestel, aan wie dat je bepaalde zaken kan vragen. Dus ook wel goed om een keer te weten, vind ik, want misschien zitten er zaken in die voor jullie handig kunnen zijn. Ik ken ook niet alle mogelijkheden van Siri, maar er zijn er wel een paar die ik een keer wil tonen. Dus bij iOS werd het als volgt gedrukt. Ik druk nu op de home-knop, de ronde knop onderaan mijn toestel. En dan ga ik een vraag stellen aan Siri. Wat is de weersverwachting vandaag? Hier is de weersverwachting voor vandaag. Voilà. Of je bent onderweg en je moet tanken. Het is dringend. In plaats van je smartphone te pakken al rijdend en een tankstation te zoeken, vraag het aan Siri. Dus ja, ter info, je kan je smartphone of tablet ook met een carholder en de wagen bevestigen. Dat zou ik zeker aanraden, ook voor het gebruik van een tip dat volgt, Waze of Google Maps, om files te vermijden. Maar ik ga nu aan Siri vragen waar het dichtstbijzijnde tankstation is. Waar is het dichtstbijzijnde tankstation? Oké, kijk hier eens naar. Voilà, en dan tik ik daarop en dan kunnen we ook de route instellen, gewoon door te tikken en opent zich dat in Google Maps of Waze. En is de navigatie vertrokken naar het tankstation. Je kan ook een app openen met Siri. Open Archisnapper. Voilà. Of een afspraak in plan. Plan werfbezoek in agenda. Wanneer en hoe laat is deze afspraak? Morgen om 15 uur. Je hebt dan al een afspraak over werkbezoek om 15 uur. Zal ik hem toch inplannen? Oké, bevestig. Het staat in je agenda voor morgen van 15 uur tot 16 uur. Voilà. Dus dat was Siri, of voor Android Google Assistant, is heel gelijkaardig.